Hoi, ik ben Leon van Online Drumles. We gaan weer even een liedje uitleggen. En dit keer is het Uptown Funk. We gaan lekker snel beginnen. Zo, uiteindelijk is het voor ons rust, het eerste stukje, maar je hoort die handclap aan het begin. Dan kan je je handen klappen, maar als je een akoestisch drumstel hebt, kan je hem ook met een ringklik spelen en de andere hand op je rand. En dan speel je een soort flam. Dus 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kan. Je hoeft het op zich niet mee te doen, want het is niet echt drums. Dan heb je de laatste noot op de vierde tel, speel je snare met floortom tegelijk. En dan gelijk erachteraan de bassdrum. Als ik die noten ga uitleggen, doe ik het makkelijkste met sinaasappel. Sinaasappel, 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 sinaasappel. Nou, de vierde tel, stel je voor, sinaasappel. Maar dan speel je alleen de eerste twee van sinaasappel. Sinaasappel. Dat is het tempo. Dus je krijgt 1, 2, 3, sinaasappel. 1, 2, 3, sinaas. 1, 2, 3, sinaas. Verderop in het liedje krijg je dit vaker, dus vandaar dat ik hem even goed uitleg. Dan krijg je de basisgroove. En af en toe heb je de crash op de 1. Maar je krijgt ook af en toe de hi-hat open op de laatste. 2, 3, 4 en 1. 2, 3, 4. Dus bij dat rondje gaat hij open. En bij dat kruisje onderin is dan je hi-hat voet. Dus je hebt 1 en 2 en 3 en 4. En 1, 2, 3, 4, en 1. Nou, en eigenlijk speel je de hele tijd die bassdrum gewoon door. De hele tijd, eigenlijk 99% van de tijd speel je die bassdrum door. Dit is gewoon hetzelfde, alleen moet je die regel dan 3 keer spelen. Dan heb je dus 2, 3, 4, gewoon doorgaan in de tempo, alleen die bassdrum. Dan komt er bij die bassdrum, komt er nog je handen. Dus als je alleen je rechterhand en je rechtervoet tegelijk doet, dan komt die linkerhand er automatisch tussen en dan heb ik nu die eerste maat uitgelegd. De tweede en derde zijn hetzelfde. Alleen je begint zachts en dan ga je steeds harder, dus je kan dan laag houden, dus vanaf de zijkant. 1, 2, 3, 4, een beetje harder. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Nou, en als je zacht blijft, kan je zacht spelen. Laag blijft, kan je zacht spelen. En hoe verder je van je trommel af gaat, hoe harder je kan spelen. En dan hebben we weer aan het einde, rapapa, die heb ik net uitgelegd, sinaas. Ik noem hem sinaas. Dus je hebt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dat. En dan gaan we lekker door. En dan ga ik achteraan beginnen, want de rest kunnen we al. Dus sinaasappel, sinaasappel. Dus onder de si van sinaasappel doen we een bassdrum. Sinaasappel, sinaasappel, sinaasappel. En als we dan die derde tel erbij pakken, is het bos, bessen, sinaasappel. Bos, bessen, sinaasappel. Bos, bessen, sinaasappel. Bos, bessen, sinaasappel. Nou, en dan gaan we nog een keer even de hele regel doen. Tenminste, de hele laatste maat. 1 en 2 en bos, bessen, sinaasappel. 1, 2, bos, bessen, sinaasappel. 1, 2, bos, bessen, sinaasappel. Nou, deze hele regel moet je herhalen. Let op die crashes. Je hebt hier ook nog een crash. En je hebt aan het begin een crash. Nou, dan hebben we eigenlijk nu die 1 maat. Het is een beetje sneller. 1 en 2 en bos, bos. 1 en 2 en bos, bos. Dus het is sowieso goed om achter elkaar te oefenen. En dan komen we bij de laatste maat. Is het 1 en 2 en 3 en sinaas. 1 en 2 en 3 en sinaas. 1 en 2 en 3 en sinaas. Komt ook een paar keer voor. Dan heb je 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dus bij die rusten moeten we even goed tellen. Nou,
dit hebben we allemaal gedaan. Moet je 3 keer doen. De beest gaat doorlopen. Weer. 1, 2, die kennen we. Tak, tak, tak. Kennen we ook. Chop, chop. Kennen we allemaal. Oh ja, hier komt die beest. Waar we net de beest alleen deden, komt nu op de tweede tel en de vierde tel een snare erbij. Voor de rest is hetzelfde. En op het einde, laatste maat, is het 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En dan ga je door op je hi-hat. En dit kennen we. Ook. Het laatste is weer sinus. Nee. Op de flam, de snare. Da, 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 da. Ja. Veel herhalen. Ah, nu wordt het wel anders. De laatste maat is in plaats van flam op je snare, wordt het zeg maar 1 en 2 en 3 en sinus. 1 en 2 en 3 en sinus. Dus eigenlijk hetzelfde idee, alleen je pakt je hi-hat lekker los. 2, 3, 4. En dan gaan we de laatste stuk in, die speel je op je right. Dus je hebt 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan heb je deze groove. En als je die snare die ertussen zit, deze bijvoorbeeld, dan heb je eigenlijk gewoon de basis, maar dan speel je de bel op de ne. 1 en 2 en 3 en 4 en 1 en 2 en 3 en 4. En als je dan de snare erbij doet, en 3 en 4 en 3. 1, 2, 3. Deze is eigenlijk hetzelfde als die, alleen je speelt dan op je hi-hat. Dus je hebt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oké, dan gaan we door. Die groove die speel je eigenlijk iedere keer in die eerste 3 maten en dan pak ik nu alleen de laatste maat. De laatste maat begin je, als je die hebt, is het gewoon 1 en 2. En doe maar gewoon met je rechterhand. Kan ook om en om, maar alleen rechts makkelijker. En dan heb je die laatste is weer. De laatste is sinus. Dus die pop, pop, pop. Doen we het even zo, de laatste 2 maten. 1, 2, 3, 4. 1 en 2 en 3 en sinus. 1, 2, 3. 1 en 2 en 3 en sinus. We gaan naar richting het einde. Laatste maat is appel, appel, sinus, appel, sinus, appel, 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 sinus, appel, sinus. Laatste 2 maten. 3, 4, appel, appel, sinus, appel, sinus, appel. 1, 2, 3, 4. En dan hebben we het laatste stukje. Dan ga ik weer even tekening maken. Deze. Hier sla je er een over. Hier sla je er een over. Terwijl we even blijven staan. Dus je krijgt dan sinus, appel, sinus, appel, sinus, peer. Sinus, appel, sinus, appel, sinus, peer. Sinus, appel, sinus, appel, sinus, peer. Sinus, appel, sinus, appel, sinus, appel, peer. Dus bij elkaar die laatste 2 maten. 1 en 2 en 3 en 4 en sinus, appel, peer. 1 en 2 en 3 en 4 en sinus, appel, sinus, peer. Oké. Als je goed die handzettingen vasthoudt, die vaste handzetting, dan moet het lukken. Gaan we hem nu helemaal doen, met muziek. Je krijgt 2 maten vooraf en dan begin ik met die handclap. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Hey.
3 keer. Tweede keer. Derde keer. Derde keer. Dit is, liedje is klaar natuurlijk nu, maar ik heb nog veel meer liedjes op de website staan. Maar we hebben coördinatietraining, we hebben hoofdstukken. Iedere week krijgen we nieuwe lessen op de website. Dus kijk even rond, snuffel rond en wil je echt alles zien, betaal je 2 cent. Dan is de eerste 2 weken helemaal gratis. Vind je het leuk, vind je het tof, hoef je niks te doen, gaat automatisch die betaling verder. Maar vind je het niks, kan je via je account, My Subscription, kan je cancelen. Dus dan zit je nergens aan vast. Dankjewel voor het kijken en ik zie jou in de volgende online drumles. Doei!